Hij is 79 jaar en vastbesloten in het Guinness Book of Records te komen met de grootste krijttekening ter wereld. De Veghelse amateurkunstenaar Vic van Heeswijk maakt voor de Lamberterskerk een tekening van wel 9 bij 6,5 meter. Het is voor het eerst sinds zijn kindertijd dat hij weer krijtjes vast heeft. Hij tekent een van zijn eigen aquarellen na, een antieke kaart van Veghel. En al is hij op leeftijd, Vic denkt groot. Het wereldrecord staat, dacht ik, op 55 meter en we zitten nu op 57 meter. Want als u gaat krijt tekenen, moet het meteen wel een wereldrecord worden. Ja, ja. En die recordpoging wordt nauwgezet vastgelegd met een camera. En natuurlijk door de krijtkenners bij uitstek. Ik vind het heel mooi. Ben je zelf een beetje een krijttekenaar? Nou, ik doe het soms, maar dan maak ik niet echt kunstwerken of zo als dit. Nee, wat is jouw favoriete ding om te krijten? Ik weet niet, hartjes en zo een beetje. Morgenmiddag om 5 uur moet het plein voor de Lamberterskerk in Veghel er zo uitzien. En of dat gaat lukken, meedoen is belangrijker dan winnen voor Vic. Veghel, laten we dan toch eens een keer die woorden van Veghel op de kaart zetten en zoiets. Nou, we zetten Veghel op de stenen. En dat heb ik mijn bijdrage gedaan.